Gisteren hoorde ik hele rare geluidjes op de gang. En toen ik keek, toen zei een van de jongens dat hij Flappy Bird aan het spelen was. What? Ik vind een beetje Mario lijkt. Mario en Angry Birds eigenlijk. Een beetje een mix ervan. Ja, we spelen het samen omdat we elkaar altijd willen beaten in highscore. Verslavend. Echt. Ik ben gewoon bezorgd om mezelf, zeg maar. In de klas? Nou, minder. Je hoeft niet ontkennen hoor, dat doen we ook in de klas. Ja. Wel hoger opkomen, denk ik, in je score. Ja, ik ben net doodgegaan, Flappy Bird. En als je game over bent, wat gebeurt er dan met jou? Ja, dan ontstaat er een woedeaanval in mij. Dan word ik boos. Nee, ik weet niet of ik boos word. Ik ga opnieuw beginnen. Je wilt gewoon de hele tijd jezelf verbeteren. En elke keer dan denk je van, ben ik net hier afgegaan. Dan denk je van, oké, volgende keer beter. En dan gaat het gewoon de hele tijd zo door. Een klasgenoot van hem, die had zijn telefoon kapot gegooid omdat het hem niet lukte. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. Dan moet het wel heel verslavend zijn. Het is gewoon een heel slecht spel. Ja, het is wel leuk, maar niet iets voor heel lang of zo. Gaat u het ook nog een keer spelen? Misschien wel, de telefoon van mijn zoon. Kan ik die kapot gooien als het niet werkt?